Mondkapje weer op, coronapas in de aanslag. Het kabinet komt met nieuwe maatregelen. We willen mensen verhalen en schoonheid bieden, hè, door middel van mooie tentoonstellingen. En dan moeten er eigenlijk geen restricties zijn, wat voor remmingen ook op zitten. Alleen dit ellendige virus zorgt er wel voor dat we wel maatregelen moeten nemen. Willen we niet van kwaad tot erger gaan. Verbazing in de tattoo-wereld over verbod op kleurgebruik. Assen viert Mexicaanse Dodendag. En het weer met Aaldert. Ja, november heeft maar 30 dagen, maar dubbel wind- en regenvlagen, zo wil een befaamde weerspreuk. Nou, regen is nauwelijks sprake van en van harde wind al helemaal niet. Wat doe dan wel? Straks meer. Heel goedenavond. De besmettingscijfers lopen op. Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. En ook zijn er meer IC-bedden bezet. En dus was het een kwestie van tijd tot er maatregelen aangekondigd zouden worden. Nou, vanavond horen we tijdens een nieuwe coronapersconferentie wat die zijn. Maar tot nu toe lekte al uit dat op meer locaties de coronapas gebruikt gaat worden en dat de mondkapjes terugkomen. Spontaan het Drents Museum bezoeken, dat kan op dit moment niet. Je reserveert vooraf een tijdslot om naar binnen te gaan, zonder coronapas, want doorstroomlocatie. Maar daar komt dus zeer waarschijnlijk verandering in. En zo zegt het museum, regels zijn regels, dus die moeten wij opvolgen. Liever had ik natuurlijk gezien dat iedereen gewoon lekker vrij naar binnen zou kunnen gaan. Want daar zijn wij voor als instelling. We willen mensen verhalen en schoonheid bieden. Door middel van mooie tentoonstellingen. En dan moeten er eigenlijk geen restricties zijn wat voor remmingen ook op zitten. Alleen dit ellendige virus zorgt er wel voor dat we wel maatregelen moeten nemen. Willen we niet van kwaad tot erger gaan. Bezoekers vroegen zich volgens Toepan de laatste tijd al vaker af waarom het museum niet nu al met een coronapas werkt. Want dan voelen we ons misschien nog een beetje veiliger. Nu is ook een groep die zegt van ja, ik ben niet gevaccineerd, ik voel me nu buitengesloten. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat ze een verkeerde keuze maken. Ja, het is net als dat je slechtziend bent en dat je dan maar geen bril neemt. Dat is voor de mensen zelf, want wel of niet vaccineren, hebben we net gehoord, is een opvatting. Je kiest ergens voor. Ik heb gekozen voor het feit om mij te laten vaccineren. En oké, ik weet dat ik daardoor misschien iets meer mag. Even verderop bij fitnesscentrum Ron Haans verandert er voor gevaccineerde leden weinig. Zij krijgen een vinkje achter hun naam en mogen 24 uur per dag sporten. Mensen die niet gevaccineerd zijn, dat is een ander verhaal. Daar moeten we de tag, onze toegangscontrole, op nul zetten. Dat betekent dat ze dus alleen tijdens bemande uren nog naar binnen kunnen. En dan moeten we dus de QR-codes gaan checken. En dat betekent dat de mensen dus inderdaad één keer in zoveel tijd een testje moeten doen. En dan kunnen ze naar binnen toe. Een extra drempel waardoor Haans minder sporters verwacht. Ook nuanceert hij de vaccinatiediscussie. Want hoe zit het met mensen die zich niet kunnen laten vaccineren? In verband met gezondheidsperikelen en met contraindicaties. Maar ik denk een gezonde levensstijl, gezonde voeding, gezond slaap en dag-nacht ritme. Dat het gewoon hele belangrijke dingen zijn. En met als dat uit het leven verbannen wordt door externe omstandigheden, wordt het natuurlijk een stuk moeilijker. Haans hoopt dan ook dat het demissionair kabinet daar vanavond dieper op ingaat. Kun je binnenkort alleen nog maar een zwarte tattoo laten zetten? Nou, door veranderde regelgeving zijn vanaf januari bepaalde kleuren verboden. En dat is knap lastig als je net halverwege een grote kleurentatoeage bent en nog wel een aantal sessies nodig hebt. Ik ben even bezig met blauw, wat straks verboden wordt. Een beetje beter werken allemaal, want ik ben met een sleeve bezig. Er zit al een jaartje werk in. Nog 2 maanden kan Hommy van der A van Fine Line Tattoo uit Emmen tatoeëren met alle kleuren van de regenboog. Zijn klant van vandaag is dus net op tijd. Ja, gelukkig wel, ja. Maar ik vind het echt belachelijk. Meen ik serieus. Vanaf januari zijn de kleuren blauw en groen verboden door nieuwe Europese wetgeving. In de verf zou namelijk een stofje zitten die mogelijk kankerverwekkend is. Dat vind ik het belachelijkste wat er is. Want als je gaat kijken naar stoffen die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn, dan kunnen we beter ophouden met alles. Want alle fijnstoffen zijn kankerverwekkend. Roken is kankerverwekkend, is bewezen, maar wordt niet verboden. Dat vind ik zo mooi. De verwachting is dat volgend jaar meer kleuren volgen. Ik zou hetzelfde doen als met roken, wat niet verboden wordt. Daar zetten ze ook op het pakje, het kan kankerverwekkend zijn. En het wordt gewoon verkocht. Kijk, waarom mag dit dan wel verboden worden en waarom mogen dat soort dingen dan gewoon doorgaan? Want als je wil, kun je na 1 januari nog steeds een kleurentattoo laten zetten. Nou, dan moet ze maar naar Turkije gaan.
Want dat is ook niet verboden, want dat zit niet in de Europese Unie. En daar kan het gewoon wel doorgaan. Dus alle mensen, alle Nederlanders die op vakantie gaan naar Turkije, die kunnen daar gewoon lekker een tatoeage laten zetten met groen en blauw. Het gaat in de onderwereld. Er gaan heel veel beunazen, want de verf kun je overal kopen. Op AliExpress, noem maar op, overal staat verf op. Ja, dan stop ik ermee. Ik ga niet naar Turkije of naar Engeland of nee. Dan maakt hij maar in zwart verder of zo. Ondertussen zitten de producenten van Tattoo Ink niet stil. Die zijn hard aan het werk om inkt te maken waar een verboden stof niet in zit. Dus er is nog hoop voor mensen zoals Visser met een half afgemaakte kleurentattoo. Hij is de bekendste, maar ook de meest bescheiden spoorfotograaf van ons land. In 65 jaar legde hij grote veranderingen bij de spoorwegen vast, ook in Drenthe. Honderden van zijn foto's zijn gebruikt in tijdschriften en historische boeken. Maar toch was er nooit een boek van hemzelf. Tot nu. Nee, dat had ik zelf niet zo. Ik vond het reuze leuk als anderen daar waardering voor hadden. Maar zelf een boek maken zag ik niet zo zitten. Er kwam een uitgever naar mij toe. Ik wil een boek maken met jou, van jouw oude foto's. Maar jij moet het maken. En toen moest je er toch aan. En toen moest ik er toch al aan. Ja, het is hier nogal veranderd. Toen ik hier de laatste keer was, was het kanaal nog in gebruik. Een basculeburg en een schip wat er doorheen kwam. Ja, hier rechts had je dan die blokpost. Ja, daar werden de seinen en de brug bediend. Waar stond u nou toen u die foto maakte? Daar stond ik, bij dat bovenleidingportaal. Ik zie een geel bordje, daar mogen we nu niet meer heen. Nee, dat mag dus niet meer. Maar dat deed u toen stiekem wel? Ik had een fotovergunning. Ja, vroeger stond hier het oude stationsgebouw nog, toen ik die foto maakte in het boek. Dat is weg. De goederenloods is weg. Daar werden dus die stukgoederen die van Genderloos per spoor vervoerden. En daar werden de goederen voor de M&N-omgeving uitgeladen in een aparte wagon. Ankersmit fotografeert niet zoals alle anderen die treinenfoto's maken. Iedereen fotografeerde materieel. Die fotografeerde waarin en waarachter die reed. Zoveel mogelijk geïsoleerd. En wij waren veel meer geïnteresseerd in infrastructuur en in de omgeving. Wij fotografeerden graag treinen, maar die wilden we in de omgeving zien. Hoe zag die wereld eruit? En dat is nu achteraf gezien, was dat een goede greep. Want zijn foto's worden veel gebruikt in historische boeken en tijdschriften. Waar liep nou het spoor vroeger Koevoorde in? Ja, dat zal ik u laten zien. Dan moet je iets even lopen. En dan zie je, u kunt dat nog zien over de overweg. Kijk waar die auto nou rijdt. Die weg die loopt in een bocht. Het bijzondere hier was dat die sporen dus aan het water lagen. En die moesten, hier was de mogelijkheid om over te laden van schip op spoor. Had u dan het mooiste al weggegeven? Ja. Die auteurs zijn ook niet gek, die willen natuurlijk het mooiste hebben. Ja, maar u bent wel heel dienstbaar geweest aan heel veel andere schrijvers. Ja, ik doe daar ook niet moeilijk over. U bent een bescheiden mens volgens mij, maar nu het boek er is, toch een lichte trots. Ja, ik vind het heel mooi geworden. Het is vandaag Dia de Muertos, dat is een Mexicaanse feestdag. In een assen wordt hij gevierd en dat heeft natuurlijk alles te maken met de tentoonstelling over Frida Kahlo in het Drents Museum. Dwars door het centrum trekt nu een feestelijke parade, net zoals ze dat in Mexico doen. Ineke Kemper is daarbij voor ons. Ineke, goedenavond. Ik zie het achter je al verschijnen, die parade. Wat voor parade is het? Nou ja, Judith, ik vind het eigenlijk een beetje op carnaval lijken, maar dan met een soort Mexicaans tintje. Er zijn praalwagens, er is muziek, mensen zijn verkleed. Het is eigenlijk één groot feest hier in de binnenstad van Assen. En degene die mij daar alles over kan vertellen is Rosanne Feijen van het Drents Museum. Ja, om maar eens te beginnen, jullie vieren Dia de Muertos. Maar wat is dat? Het is Dag van de Doden, maar wat vier je? Ja, Dia de Muertos is een Mexicaanse feestdag waarbij zij echt de doden herdenken. Dus zij denken ook echt dat op 1 en 2 november de doden terugkomen naar de aarde. En dan herdenken ze echt de doden. En dat is dus geen verdrietig verhaal? Nee, absoluut niet. Nou, je ziet het hier wel. Het is een hele feestelijke parade. Het is ook een hele mooie afsluiting van de Dia de Muertos. Maar bij Mexicaan is het echt dat ze de doden vieren. Ja. En zoals jullie het hier nu in Assen doen, is dat een beetje hetzelfde als dat er nu, nou ja, er is natuurlijk wat tijdverschil, maar vandaag ook in Mexico gebeurt? Ja, dat klopt. Ja, de parade is echt een feestelijke afsluiting van de dag van Dia de Muertos. Dit is wel echt vergelijkbaar met hoe ze het ook in Mexico vieren.
Er zijn er wat mensen die denken dan meteen aan Halloween. Wat is het grootste verschil? Want dit is echt iets anders. Ja, dat klopt. Dus echt iets anders. Halloween is eng. En daar gaat het echt om, ja, om enge dingen. En Dia de Mertel staat echt om het vieren van de dood. Het is iets moois. Het is, ja, het is iets vrolijks. Het mag gevierd worden. En dat is echt een groot verschil met Halloween. Aanleiding hiervoor is natuurlijk de Frida Kahlo tentoonstelling. Maar waarom dachten jullie nou die Dia de Muertos, die moeten we naar Assen halen? Ja, nou het is gewoon als je Viva la Frida, Frida Kahlo in je museum hebt met Mexico, dan kan Dia de Muertos gewoon niet ontbreken. En dat moest gewoon gevierd worden in Assen. Want nou, zeg nou zelf, het is toch fantastisch? Ja, je zei net al, zullen we dit elk jaar doen? Ja, ik sta ervoor open. Maar ja, ik denk dat volgend jaar weer een andere mooie tentoonstelling staat. Maar... ik vind het een succes. De parade is bijna op zijn eind. Hij eindigt op de brink bij het Drentse Museum. Want daar is ook nog wat bijzonders te zien. Wat zien we daar? Ja, daar zijn meerdere sculpten te zien van de leerlingen van Vincent van Gogh. Die hebben in het kader van Dia de Mertels een pop-up tentoonstelling gemaakt met allemaal mooie ofrenda's en daarin skulls versierd. En die zijn te zien tot 14 november. Ja, dus als de mensen het nog even rustig willen bekijken, die schedels, die ofrenda's, ze staan dus allemaal in de tuin van het Drents Museum 2 weken lang. Dus je hebt nog even de tijd. Ja, en dat feestje hier, volgens mij gaat hier nog wel even door. Moet je kijken, wat prachtig. Ineke, dankjewel. Mooi rustig, vrij fris herfstweer vandaag. Vanmorgen nog een zonnetje, maar je zag het wel, vanmiddag nam de bewolking toe. En in die bewolking kan vanavond nog wat lichte regen vallen. Het duurt niet zo heel erg lang. In de loop van de nacht wordt het weer droger, het klaart wat op. Het blijft rustig, er staat hoegenaamd geen wind. En daardoor kan er ook simpel weer wat nevel of mist ontstaan. Lekker frisse nacht, zo'n 4 graden. Het kan ook wel even duren voordat die eventuele nevel of mist oplost is morgen. Want het is rustig weer. Het kan wel middag worden voordat de zon is zeven door de wolken heen prikt. Hoegenaamd geen wind dus, het blijft ook droger, het blijft wel fris. De nacht van woensdag op donderdag, dat wordt een koude. De temperatuur kan vooral aan de grond best eens de graad die onder nul komt. Ja, en dus de donderdag die begon ook weer fris, nevelig, mistig. Ook dan meest bewolkt in de loop van de dag. Een enkel buigje is mogelijk. Temperatuur, nou, maar zo'n graad of 9. De vrijdag en de zaterdag ook meest bewolkt. Ook dan meest droog op een enkel buigje. Nou, vooral zaterdagmiddag, dan kan er met een zuidenwind toch weer wat lichte regen of motregen vallen. Dus al met al, ja, best een beetje haastachtig. Temperatuur trouwens de vrijdag en de zaterdag wel weer een graadje hoger. Zo'n 11, misschien al 12 graden. Ja, vooral door die koude nachten, daar kan er weer wat blad bij komen. En ja, men zegt van, laat dat vooral liggen. Want de boom, waar ze vanaf valt, die heeft er weer profijt van. Ja, wijze les van Aaldert. Tot zover. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze site rtvdrenthe.nl en in de app. En daarop vind je in de loop van de avond onder meer reacties op de coronapersconferentie van het demissionair kabinet. Fijne avond en graag tot morgen.